Hey, wat leuk dat je hier op deze video beland bent. Ik ben Femke en dit is de allereerste video van mijn reis die ik ga maken in 2019. Het is vandaag 8 januari en over precies een week vlieg ik voor 4 weken naar Thailand. En daarna voor 6 weken naar Nieuw-Zeeland. En vind je het leuk om mij te volgen en om te kijken wat spookt daar eigenlijk allemaal uit en wie is die meid? Abonneer je dan even op dit kanaal en volg me ook op Instagram, want daar zie je een heleboel behind the scenes die je niet op mijn YouTube kanaal zal zien. Ja, wie ben ik? Dat is een hele goede vraag. Ik ben Femke Jogien Hermans, ik ben 28 jaar en ik ben actrice, singer-songwriter, zangeres, presentatrice. Ik maak video's, dus ik doe eigenlijk ontzettend veel op het creatieve vlak. Ik heb de afgelopen 6 jaar heel veel jeugdtheater gedaan. Heb ook in Amerika en Canada getoerd. In 2015 was dat. Heb ik ook video's van gemaakt, dus als je daar nou nieuwsgierig naar bent, klik dan even hier ergens in het hoekje, dan link ik je meteen even door. En dit jaar sta ik voor het eerst dus niet in het theater. En al een jaar lang heb ik in mijn hoofd, ik wil gewoon op reis. Ik wil eigenlijk Azië ontdekken, ik ben nog nooit in Azië geweest. En ik wil heel graag naar Nieuw-Zeeland. En nou heb ik het geluk dat mijn oom en tante daar wonen, dus ik heb ook gewoon nog een uitvalbasis. En toen dacht ik, ja, ik moet het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon 4 weken naar Thailand en 6 weken naar Nieuw-Zeeland. Nou, dat stond dus eigenlijk al wel een paar maanden vast in mijn hoofd. Maar het begon natuurlijk allemaal bij het boeken van het vliegticket. Het is vandaag. Wat voor dag is het vandaag? Het is vandaag dinsdag, 13 november. En vandaag heb ik besloten dat ik mijn ticket ga boeken. Ik vind het zo spannend. Dus ik was het al helemaal aan het uitzoeken en ik heb perfect het ticket gevonden. En toen kwam ik er ineens achter, oh ja, annuleringsverzekering. Hoe zit dat? Nou, ik krijg weer meteen 100% stress. Er zijn zoveel dingen waar je rekening mee moet houden. En wat je... Oh. Dus, nou ja. En ik vind het lastig dat ik nu niet echt iemand heb om dat mee te delen of sparren. Om een beetje te bedenken. Oh, het liefst wil ik het nu gewoon boeken dat het duidelijk is en dat het klaar is. Ik ben hier al maanden mee bezig in mijn hoofd om me psychisch en mentaal en alles voor te bereiden. En vandaag is gewoon de dag dat ik het ga boeken en ik ga het ook echt doen. En vandaag is ook de dag dat ik een sollicitatie heb voor een koffietentje. Want ik ben Koos werkloos al een paar weken. En ik moet wel mijn huur betalen straks. En ik moet echt geld verdienen. Mijn buik is ook al weken van slag. Maar goed, hou vol. Een wandeling later en nog even iets doorzoeken later, ga ik nu boeken. Het voelt goed, maar ik vind het wel mega spannend. Oké, ik heb het geboekt. En ik heb nu een heel heet hoofd en ik ben misselijk. Ik ga gewoon op reis. En zenuwen. Oh, spontaan ook hoofdpijn hier. Och. Oh, misselijk. Misselijk. Spannend. Ik heb het gewoon geboekt. Oh, wat spannend. Ik begin nu een beetje te checken, jongens. Oké, ik check jullie later. Oké, een paar minuten later. En nu begint de excitement te komen. Ik heb het nu ook al naar al mijn nauwe omgeving, ook weet niet eens meer wat ik zeg, ge-sms'd. En nou komt de eerste reactie binnen, denk ik. Oh, ik moet gewoon een beetje huilen. Oh, ik vind het zo spannend, maar zo leuk. Dit wil ik al zo lang eigenlijk. En nu gaat het gewoon echt gebeuren. Zo spannend. Ja, nou begint het geregeld natuurlijk pas. Iemand in mijn kamer. Iemand voor pluk. Het geld bij elkaar schrapen voor de rest van de reis. Wat sowieso gaat lukken. Oh, fuck. Ik ga dit gewoon doen. Ik heb gewoon geboekt. Oh. Yes. Jullie zien het nog steeds. Het is nu 1,5-2 uur later. Ik heb helemaal rode wangen ervan. Man, ik vind het super spannend. Nou, dat heb ik al 100 keer gezegd. Oké. Ik ben heel trots en blij dat ik dit heb gedaan. Het voelt echt fijn dat het nu gewoon duidelijk is. Dan kan ik nu ook duidelijke stappen gaan maken. En komt toch misschien een beetje de autistische kant van mij naar boven. Dat ik, kan ik gewoon stappen gaan zetten. En dat is fijn.
omdat ik niet echt veel klussen meer in het vooruitzicht had en toch ook geld nodig had, moest ik voor 2 maanden ongeveer een bijbaan zoeken. En die weerstand, die was zo groot. Ik heb 2 jaar lang geen bijbaan hoeven hebben, omdat ik het gewoon helemaal redde met mijn eigen werkzaamheden, waar ik super trots op was. En dit voelde zo erg als falen, dat ik dacht, nee, dan moet ik gewoon weer een stap terug doen. Oh. Dus dat was nog wel psychisch een soort van barrière waar ik doorheen moest. Ik heb een koffietent gevonden waar ik in kon werken. Ik ben namelijk ook stiekem, ik ben gewoon ook barista. Ik heb vroeger bij de Bagels & Beans gewerkt, bij Andermax gewerkt. En nu heb ik een tijdje bij de Espresso Fabriek gewerkt in Amsterdam. En daarnaast heb ik ook nog eens hostessenwerk gedaan. Dat vond ik zo erg eigenlijk. Dat is zo erg tegen mijn natuur in. Echt als een soort van poppetje dat je gewoon een deur voor iemand moet opendoen. Dat ik denk, ja, die kunnen toch ook wel hun deur open doen. Maar ja, het gaat natuurlijk om de all-over experience. Dus dat vond ik nog wel eens pittig. Nou, het is een dag later, woensdag 14 november. En ondertussen ben ik ook hostessenwerk aan het schrabbelen. Ik heb me ingeschreven bij een bedrijf en eigenlijk is dat zo niet mijn ding en voelt mijn hele lichaam weerstand daartegen. Maar ja, ik moet nu gewoon geld verdienen en ik heb me nu ook weer ingeschreven in 2 diensten en hoop ik dat ik die krijg. Oh, man, het is pittig. Ja, en in Azië is het natuurlijk wat minder schoon dan hier in Europa en in Nederland. Dus heersen er ook meer ziektes. En dus moet je je ook vaccineren. Nou, dat heb ik ook meteen gedaan. Buiten dat ik net naar de kapper ben geweest, oh, het is weer lekker kort, heb ik vanochtend mijn vaccinaties gehaald. Het is 22 november en mijn arm doet het nog goed. Ik zou misschien spierpijn krijgen, maar het is wel chill gegaan. Ik doe ook mee met een malaria-onderzoek om te kijken hoe ze beter malaria kunnen voorkomen. Dus ik moest ook even bloed prikken. Dat vind ik altijd wat minder leuk. Maar het is voor een goed doel. En voor de rest, ik ben echt blij met mijn haar. Lelijk dat ik dan weer naar mezelf kijk. Maar de ziektes zitten erin. Dus ik kan veilig naar het buitenland. Zo, goedemorgen. Ik ben nog helemaal anti-make-up. Of anti, zonder make-up. Oh, ik heb even een zenuwattack. Het is 17 december en ik krijg net een mailtje van mijn oom. Want die heeft een vliegticket voor mij geboekt van Auckland, Nieuw-Zeeland, het Noordereiland, naar een plek, naar het Zuidereiland. Ik krijg ineens gewoon de zenuwen van alles, jongen. En alles wat ik moet regelen. En ik heb al een paar meltdowns gehad en gelukkig heb ik hele lieve vrienden die mij er weer bovenop kunnen trekken. Ik werk heel erg veel, omdat ik gewoon geld moet verdienen en even geen klussen heb deze maand. En gisteren had ik een dag vrij en dan klap ik gewoon helemaal in. Dus het is best wel pittig. En door de zenuwen van alles, want ik moet mijn huis nog vuren. En ik vind het soms nog wel een beetje veel, merk ik. Maar goed, ik dacht ik doe even een kleine update van een minuutje. En dat is nu voorbij. Dus, doei! Nog voordat ik mijn ticket had geboekt en was ik nog een beetje in de inspiratie en in de droommode. Dus ik heb heel veel op internet gezocht, op websites gelezen, blogs gelezen van mensen, reisblogs, Nederlands, buitenlands. Op YouTube filmpjes gekeken van mensen die allemaal tips, tricks, hacks en whatever hebben. En dat gaf mij al helemaal een beetje de kriebels van ik ga het echt doen en ik ga het echt boeken. En daardoor kom je dus ook handig op handige spulletjes terecht. Of op handige boekjes. Of op, noem maar op. Dus ik heb ook wel wat dingen aangeschaft en gekregen. Sinterklaas en kerst zijn natuurlijk hele handige tijden om dan te zeggen, joe, ik wil eigenlijk dit. dus ik heb heel veel research gedaan. En eigenlijk nadat ik mijn ticket had geboekt, heb ik dat helemaal losgelaten. En ben ik eigenlijk gewoon fulltime ook gaan werken, omdat ik geld moest verdienen. Dus af en toe kwamen er wat spulletjes aanwaaien en die research heb ik eigenlijk maanden geleden gedaan. En zoek ik af en toe nog even wat op als ik denk, ik weet dat daar een handige tip stond, maar wat was het ook alweer? Dan ga ik meteen even terug. Ja, het is 28 december en ik ga gewoon over 2,5 week weg. Ah! Maar ik krijg steeds meer spulletjes die ik voor mijn reis, hallo kat, heb gekregen of verkocht. Zoals... Nou, een waslijntje en een universele stop om eventueel te wassen of whatever. En een
shampoo bar. Dus dan hoef je geen shampoo mee te nemen, maar dat is gewoon een kleine bar. En dan kan je haar mee wassen. En hij ruikt lekker naar lavendel en naar citrus. Oh, lekker. En natuurlijk ook een money belt en dat soort dingen. En ook superleuk, dit outdoor pakketje. Die heb ik van mijn moeder gekregen. Nou, waarschijnlijk gaat deze niet mee. Maar wel gewoon een rietje en een vork en een lepel. Super handig. Ik heb trouwens ook tijdens Sinterklaas een superleuk boekje van mijn moeder gekregen. Het is een slimme reisgidshandboek. Het is echt wel een klein schattig boekje. En er staan dus mega veel tips in. Echt van alles. Van voorbereidingen tot op je reis zelf. Nou ja, hier staan bijvoorbeeld geheime sokken. Dat je op sommige luchtvaartmaatschappijen natuurlijk zo'n pakketje krijgt met sokken, een tandenborstel en zo. En als je die sokken dan bewaart, dat is heel handig. Want als je bijvoorbeeld de tempels in Thailand, Vietnam en Cambodja bezoekt, waar je je schoenen moet uittrekken, dan trek je die sokken gewoon aan, want dan blijf je schoon en warm. Nou, dat is toch super handig. Dus ik werd al helemaal blij van dit boekje. Het is 6 januari en ik ben een beetje research aan het doen voor mijn eerste hotel. Want ik wil in ieder geval mijn eerste hotel boeken in Bangkok over 9 dagen. Oh, het wordt nu ineens echt wel spannend. Ik merk dat ik nu een beetje zenuwachtig word. Ook als ik allemaal door die hotels scroll en dat in de buurt en zo. Ik ben de kaart aan het downloaden op mijn telefoon en dingetjes aan het opzoeken. En ik wil de fietstocht van Co van Kessel natuurlijk doen in Bangkok. Wat iedereen Nederlander ongeveer doet. Ja, wat wordt het dan, hè? Voor zoiets. Ja, jongens, ik weet het niet. En ik denk dat ik deze fietstocht ga doen voor 3 uur. Bij Co van Kessel, gezellig. Ik ben trouwens ook op de website tipsthailand.nl heel erg veel wijzer geworden over van alles. Echt, als je ooit naar Thailand gaat, daar zeggen ze ongeveer alles wat je kan en moet doen. Ook qua visums, qua simkaarten, qua hoe je van het hotel of van het vliegtuig naar het hotel komt. Wat je moet doen op het vliegveld daar, wat handige stappen zijn met tips. Echt bizar chill. Ja, en dat was het alweer voor deze video. Het is een beetje bij elkaar geraapt zooitje van hoe het eigenlijk allemaal begon en wat ik allemaal door heb gemaakt. Nu is de allerlaatste week aangebroken. Ben jij benieuwd wat ik in deze laatste week allemaal doe en welke stressmomenten, meltdowns en andere momenten ik ook nog beleef? Volg me dan even hier. Ga even op subscribe klikken en dan mis je geen één video, want ik ga het natuurlijk weer vastleggen. En als je nou meer wil zien dan alleen dit soort video's, check dan even mijn Instagram. Want ik post daar elke dag sowieso stories en ook wel veel foto's. Dus daar zie je toch net een tikje meer dan hier op YouTube. En nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik je heel erg graag in de volgende video te zien. Doeg!